Oké, okay, kort na de wedstrijd Bennekom Jodan Boys, Ronald Diefting, even geleden, maar weer voor de camera. Van harte welkom. Een punt verloren of hebben we een punt gewonnen? Ja, ik denk dat deze wedstrijd niet echt een winnaar verdiende. Dus wellicht hebben zij iets meer kansen gehad. Dat zou eens na moeten kijken, maar het was gewoon een hectische wedstrijd die uiteindelijk volgens mij terecht in 0-0 is geëindigd. Ik vond de eerste half uur erg matig. Het laatste kwartiertje van de eerste helft denk ik, we pakken het een beetje bij elkaar. Ik vond het allemaal zo gehaast gaan. Ja, het is een beetje een hectische week geweest. Ook wat minder getraind deze week. En er leek toch wel een beetje wat hoogspanning op deze wedstrijd te zitten. Nou, zij hadden iets wat ze heel graag wilden, was de lange bal spelen. Ja, daar hadden wij toch wel moeite mee. Dat hebben we van tevoren zouden we inzakken. Wellicht dat we het iets eerder om hadden moeten zetten, om wat hoger druk te zetten, om die bal er elke keer uit te halen. Dat hebben we in de rust dan wel gedaan. En ik denk dat we ook beter tweede helft hebben gespeeld. In ieder geval minder in de problemen zijn geweest. En uiteindelijk zelf wat meer aan het voetbal, nog steeds te weinig, maar wat meer aan het voetballen toegekomen zijn. Zonder het collectief wat tekort te doen, vind ik wel één man enorm goed er bovenuit springen. Terwijl hij niet zo heel erg groot is, vond ik Mark Bos. Die vond ik geweldig voetballen. Ja, nou ja, daar zijn de meningen dan misschien over verdeeld. Mark had denk ik vandaag gewoon een lastige dag. Hij heeft wel veel gecorrigeerd. Zeker die bal die in het centrum nog herstelt eind tweede helft. Ja. Dus dat helemaal goed. Maar had toch een beetje moeite. Had vandaag geen directe tegenstander. Zoekende. Ja, zoekende. En hoe lossen we dat op? En zeker ook in balbezit merkte je dat hij eigenlijk het lastig vond om ook de bal te willen hebben. Dus ja, daar begint natuurlijk ook je opbouw deels. En zijn we daardoor denk ik ook minder aan voetbal. En dat is niet alleen Mark, hè. Dus maar zoals jij naar Mark kijkt, zeg maar, heb ik het niet gezien. Ja, duidelijk. Wat ik vooral in de omschakeling, hè, als we op een gegeven moment die aanval af konden slaan en dan die omschakeling, dan vond ik de lager zoveel ruimte, zowel links als rechts, Marco van Rooyenbaak enorm vrijgestaan. Het lijkt wel of ze die kant dan helemaal niet zien. Nee, ja. Niet die lange bal niet durven te geven, hè, die breedte paas. Ja, nou, we willen eigenlijk al een tijdje dat we meer van kant naar kant gaan voetballen. We blijven dan te vaak toch aan dezelfde kant spelen. Dus dat is iets wat beter zal moeten. We moeten eigenlijk dan iemand centraal inspelen of eigenlijk het liefst nog iemand overslaan en hem cross wegleggen. Die mogelijkheid lag er heel vaak. Hoe je dat ook, we hebben het wel een paar keer gedaan. En dan moeten we als team ook bereid zijn om zeg maar, zelf niet altijd te lopen om een bal te krijgen, maar juist ruimte maken voor een ander. Hè? Dus ook dat gebeurde vaak aan de linkerkant. Kijk, Marco kan ook gewoon een keer naar binnen kruipen zodat Bram zelf door kan lopen en dan kan hij zelf uitzakken. Dus er is nog wel genoeg te doen, maar na zo'n weekie, wat volgens mij waar iedereen wel een beetje last van heeft gehad. Ja, weet je, we zijn nog steeds ongeslagen en dat moet je dan ook maar weer in de gaten houden. Dus niet alleen maar negativiteit, het was vandaag niet top. Het was eigenlijk een hotsknos begonia wedstrijd aan allebei de kanten. Veel lange ballen, veel diepteballen. Maar ja, we hebben uiteindelijk een puntje. Nou ja, zo is het denk ik uiteindelijk een puntje. En ik denk als je wat je terecht zegt, na een hele hectische week, één keer eigenlijk maar echt kunnen trainen, is misschien wel een heel goed resultaat. Nou ja, heel goed is 3 punten. Hoe je die ook haalt, dat is pas een goed resultaat. Ja. Maar dit was denk ik dan vandaag misschien het maximale. Ja. Veel kort over de jongens uit zijn gevallen. Mo, hoe is het daarmee? Ja, Mootje had last van zijn heup. Die kon niet meer verder. Maar Mootje zei net dat het wel meevalt. Nou, we hebben een voordeeltje. Volgende week zaterdag hoeven we sowieso niet te spelen. Wat er ook aan de hand is. Dus die kan herstellen. En Laurens, die had last. Dus die had eigenlijk een soort steek in de kuit, een soort krampenverschijnselen. Dus die vroeg zelf ook om een wissel. Oké, goed zo. Nou, even een weekje rust. Een paar keer goed kunnen trainen, denk ik. En op naar de eerstvolgende wedstrijd weer. Zeker. Dus mooi eens een keer 3 puntjes pakken. Dat lijkt me een goed plan. Ronald, bedankt.